Karen met elkaar, die had ook mee. Dan moet je zien wat het kost. Kruin hoor, nee. Oh, 2 voor 5 euro, nou dat vind ik het nog duur. Voor die koekjes. Hoe gaat die, schat? Ach ja, ik heb betere tijden gekend, maar goed, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door, ja. Even lekker samen een bakkie doen, even kletsen, even teuten. Ja, en dan moet ook me kunnen. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag, de 2e van de 2e 2024. Ja, dat we zitten weer te wachten op mijn begeleidster Karin met een K. Ja. En er zou nog iemand komen voor mijn naambordje die tegen de gevel van de muren van het huis aanhangt. Tussen het woonkamerraam en... hoe heet dat ding? Wentelraam van de logeerkamer. Daar hangt tenminste tussen het dak, laat me zeggen. Nog onder het dak groot. Ja, daar wachten we op. En ik heb een broodje en ik heb een bakje koffie. En ik heb het krantje van de Helder even uit de brievenbus gehaald. Want ja, er staat nieuws in. Uiteraard staat er nieuws in. Ja, hoe gek kan ik zijn. Maar in ieder geval het laatste nieuws over de bouw van het warenhuis. Van het voormalige V&D. Weten jullie nog dat die paddenstoel, die koepel werd afgebroken, dat Den Helder dat heel erg vond? Er werd beweerd dat er betonrot in zat, we weten het niet. Ja, en dat er nog meer asbest in was gevonden, weten we niet. Ze kunnen het wel mooi vertellen, maar of het zo is, dat weten we. Het kan ook gelogen zijn. Ja, je weet het niet. Je kan de mensen niet meer vertrouwen omdat iedereen tegenwoordig maar liegt. Dus ja, en vooral die hoge pieven. Maar in ieder geval, ik ga dat eens eventjes lezen. Dan hou ik jullie daar eens even van op de hoogte. Hoe zijn de wattest? Ja. Want er is toen een ernstig ongeluk gebeurd. En het zou 2 jaar stil blijven staan. Nou, dat staat het onder andere al. Dus ja, en er staat nog een bouwstil, dat daar ook een ongeluk was gebeurd. Maar hoe ver dat is, weet ik niet. En dan hoor ik Kandalf blaren, dus die wil eruit. Moet ik ook eerst even doen. En nou ja, we krijgen ook altijd in de brievenbus zo'n pakketje met folders in plastic verpakt. Nou, daar kijk ik nooit in. Dat hoef ik ook niet te hebben. Weet je, als ik wat heb, dan ga ik toch naar de goedkoopste winkel. En anders ga ik eerst mezelf wel laten informeren welke is goedkoper, waar, dat ik het dan kan halen. Dus ja, ik hoef die folders dus niet te hebben. Ik heb ook geen kleine kindertjes dat ik in een kinderfolder moet kijken voor Sinterklaas en Kerst of wat dan ook. Nee. En dus, er gaan we ook achteraan. Dus, het komt allemaal al goed. En ja, ik moet nog weer boodschappen doen, maar nou de dierenboodschappen. En ik moet ook nog wel voor mezelf nog weer naar de DA-drogist. Dus ja, dat komt allemaal goed en ik hou jullie gewoon op de hoogte. En ik neem jullie daar gewoon, in mee. Het is nog steeds te koud, want het is 8 graden, maar de gevoelstemperatuur... is ergens rond de 3 à 4 graden. Dus ja, ik neem jullie verder nog niet mee. Het is mij nog heel stuk koud. Ja, dus het enige wat ik kan doen, dat is in die houder. Maar ook, dan moet je dat ding aandoen, weet je. Dat is ook allemaal koud hoor, echt. Maar ja, we zullen proberen hoe en wat. En hoe het ruilt en zeilt. Wat is de kind? Er is nog niks. Nee, ik zie nog niks bewegen. En hoe laat leven we? 11:52. Ja, de ene zou om 12 uur komen en de andere die zou tussen 12 en 12:30 komen. Dus ja.
De tweede is dus een ruim begrip. En dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik ga me klaarmaken en dan ga ik met de meisjes uit. Het is 13:26. Hij slaat al half, maar het is 26. Ze zijn allemaal geweest die zouden komen. Mijn Bart is van de muur afgehaald, heeft hij eraf gehaald zelf. Hij wou geen koffie, want hij had haast, hij had meer te doen. Oh ja, oké. Karen met een K is geweest. Dus, maar enkel de trapje staat hondsberoerd. Die heeft hij daar weer neergezet. Ja, moet je niet kijken hoe. Zat zo'n halverwege de keuken. Nou, dat is nergens nodig. En dan ook nog verkeerd om. Nee, jij komt er niet uit, want ik ga eruit. Ik ga eruit. Voilà. En die zit hem hier neer. Zo. Nee. Wat ben je nou? Daar. Nee. Want Schuitje gaat lopen met de meisjes. En het is roodje koud. Ja, het is 8 graden, maar het voelt aan al 4 graden. Ja? Dus, ja. Wat tijd dat we het beter weer krijgen. Nou ja, en Karin met elkaar die had koek mee. Dan moet je zien wat het kost. Kunnen. Oh, 2 voor 5 euro. Nou, dat vind ik het nog duur. Voor die koekjes. Minder betalen, nou. Het zal ze 2 pakken meegenomen hebben. Voor 5 euro. Dus 2,5 euro per pak vind ik nog duur. Ja, het zijn mijn zandkoekjes als je het zo bekijkt. Dus, maar in ieder geval, ja, ze zou koek meenemen, maar dat was ik weer vergeten, want ik ben geen, ja, ik ben wel een koeketer, maar ik heb mani. Dus ja, dat gaat gewoon in de kast, ja. Zet het blijkbaar bij een warme bakken vandaan, want er zit ook nog een bindertje omheen. Ik weet niet. Nou, laat hem maar even leggen. Ik moet ook eerst weg. Ja. Moet je. Ah, moet je kijken wat je doet. Hey, tante Pollo. Moet je nou kijken wat je doet. Moet dat nou zo? Moet dat nou zo? Kom eraf. Kom er eens af. Ja, ik heb al last van mijn maag. Ja? Nee, Kandalf. Ja, ga daar maar. Ja? Boef. Kereltje. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zal Kandalf even naar de andere kant van de deur harnassen. En dan ga ik mij klaarmaken om te lopen. Ja, je gaat dan naar de andere kant van de deur. Ja, echt waar. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag. Gaan wij hier aan deze kant ook doen. Ik ga de kou trotseren. Ja. En als het meevalt, dan moet ik ook nog op de booster weg. En dan wachten we weer een dag. Ja. Ik ken het ook nog morgen. Ik ken het ook nog zondag. Ja hoor, we zien wel. Hè? Kerel? Ja. En ja, weer best last. Ja, het is op en neer. De ene keer gaat het en de andere keer dan is het er weer. Hè? Ja hoor. Nou, nee. Je gaat naar de andere kant. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik heb alles nog aan. Ik heb mijn dikke handschoenen mij wel uitgedaan, want het was me toch te veel. Ik doe mijn dunnere weer aan en we gaan de hort op.
En jullie gaan mee. Ja, jullie gaan in mijn tas. Ja. In de winkels doe ik het niet. Want het is winkel in en winkel uit en mijn hoofd erbij houden. Maar we gaan ook even nog op visite. Ja, dus dat komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, hou gewoon voor goede moed en geniet van alles. Tot later. Ja, daar zijn we weer. Ja, en jullie zien het al en jullie horen het al. Ja, ze hoorden denk ik het toetje van mijn camera niet. Ik weet het ook niet, maar het zal. We zitten dus weer bij onze lieftallige Marianne. Hallo. Hoe gaat die, schat? Ach ja, ik heb betere tijden gekend, maar goed, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door, ja. Even lekker samen een bakkie doen, even kletsen, even tuiten. Ja, en dan moet ook allemaal kunnen. Ja, dan gaat dat niet goed, hè? Ja, toch? Dan moet ik straks nog even boodschapjes doen bij de FOMAR. Ja, ik ook. Dan gaan we samen. Ja, en ik kijk altijd op de booster. Ja, ik moet boodschapjes voor de dieren halen. Mm. Ook ik dat moet ook een paar dingetjes halen. Ja. En verder, ja, vordert het echt wel, toch? Daarom. Ja. Lekker even bij elkaar. Ja, in de tuin even wat doen, maar ik vind het te koud. Het is zeker koud. En het gaat toch al uitlopen, ondanks de kou. Ja. En, omdat de temperaturen hoger zijn, maar de gevoelstemperaturen weer niet. Nee. Maar dat merken de planten niks van. Ja, nee, dat klopt. Zo, er ging er eentje door de straat hier alsof het een reeks weg is. Weet niet. Het is maar een klein straatje, Marianne. Laat gaan. Het is één keer zo. Dus. Maar in ieder geval, we hadden al wat lekkers op de bordjes. En we hadden koffie. Ja, ik heb nog wat staan. Maar in ieder geval, we hadden wat lekkers op het bordje. Ja, ik had lekker cake gebakken. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker. Af en toe is het lekker, moet toch? Ja, moet ook kunnen. Ja. En dus, maar heb jij een gas? Oven of elektrisch? Elektrisch. Ja, ik ook. En ik kan niet met elektrisch overweg. Nee, gewoon de stekkers op contact. Ja, maar ik had vroeger een gasfornuis. Ja, ik ook. En dan ging de oven op gas. Ja, had ik ook. Moest ik mijn aansteker aan doen. En dat lukte alles. Ja. En ik heb een elektrisch oventje en dat lukt niet. Dit gaat prima. Ik had in de keuken zat geen oventje, dus ik heb er gewoon een kleintje bij blokken gegooid. Dat doet prima. Oh, ze maakt reclame en we worden niet gesponsord. Oei, oei, oei. Ja, ja. Goed, weet je, die doet het prima. Daarom. Maar het was in ieder geval lekker. Dus. Ja. En we gaan even verder met teuten. En we zien jullie later wel weer terug. Zo, lieve vrienden. Ja, jullie zien mij in een hele rare vreemde jas. Maar zo raar is die niet. Hij is wel van mezelf en ik heb hem net splinternieuw gekocht. Bij een hele leuke winkel. Ja. En daar ga ik 9 van de 10 keer heen. Ook voor schoenen. Ik slaag er 9 van de 10 keer. En dat is de eerste, de beste schoenenwinkel die ik tegenkom vanuit mijn huis vandaan. En de naam begint met een S. Voor Simon. Meer zeg ik niet. Ik ga geen reclame maken. Er zit een namaakbondje op. Maar die kan ik er afhalen. Ja, ook dat nog. Hij is lekker warm. Ik heb 2 hele zakken. Met mijn andere was er eentje kapot dat ik hem al kocht. En er was een zeemanjas. Staat er ook nog in. Hier zit een riem omheen. Maar die hoef ik niet om. Want ik heb er dagelijks een riem om vanwege de meiden. Maar hij is niet zwart. Hij is dezelfde kleur ongeveer plus minus dan mijn sjaal. Dus helemaal lekker. Ja. En ik neem mijn dunne handschoenen mee, want het is 8 graden. Het is niet koud. Dus ja, ik ben ook vanaf de winkel waar ik deze jas kocht, ben ik zonder handschoenen naar huis gereden. Dus, nou, mijn oude jas is daar. Daar ligt de nieuwe riem. Nou, heb ik niet nodig, maar hij hoort er wel bij. Dan heb ik daar boodschappen. Heleboel. En in de schuur leg nog 2 zakken kattengrit en nog een zak met hondeneten. Op mijn vloertje van de scootmobiel. Ja, ja. Dat is voor jou en voor jou een zak hondeneten. Ja. En ik heb in die tas ook nog 2 zakken kattenvoer. Ja, ook dat nog.
Maar dat komt zometeen. Ja, we gaan nu lopen. Maar ik denk ergens net aan. Die weer daar neerzetten. Ik moet er eerst even wat uithalen en dat is dat. Ja, dan gaan we eventjes wel in de vriezer doen. Want anders ontdooit dat. Dat knopje. Zo. Huppata. Dat kan daar alweer. Zo. Lig je weer uit. Voilà. Ja. Nou, de rest, dat komt allemaal nog. Ook medicijnen gehaald. Nou, dat komt wel. Ik heb kamillethee gehaald. Ik ga even kamillethee proberen. Word ik rustiger van, wordt er gezegd. Beweerd. Ja, aangezien dat ik me gespannen voel als een vioolsnaar. Vanaf vorig jaar dat ik een bericht kreeg wat ik niet fijn vond. Maar ja, wat doe je eraan? Hé? Gaan we nou lopen? Jij? Ja, zeg maar. Dus, ja, ik drink straks eerst een lekker bakje koffie, maar vanavond ga ik aan de thee. Ja. Misschien dat ik dan ook beter kan slapen. Ja. Dus ik zeg, geniet van jullie eten. Als jullie nog gaan eten. Ik ga straks ook nog eten. En, maar eerst die meisjes, die gaan voor. Dus zeg, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Terug van het lopen met de meisjes. En ik ga mijn boodschappen opruimen. Nou, ik was als eerste naar de DA geweest. Even pijnbestrijders gehaald. Maar daar ging ik weer een hele tijd mee heen. Bij de Vomar heb ik kamele honing thee gehaald. Ik weet niet of ik het lust. Maar ja, daar schijn ik rustiger van te worden. Wordt er beweerd. We merken het wel. Gaan we vanavond proberen. Lust ik het niet? Nee, is het voor de liefhebber. En dan ga ik, dan moet ik toch weer gewoon op koffie. Ja. En ik heb weer een pot mayonaise erbij gekocht. Want ik heb ook patat. Dat heb ik dus al in de oven, wil ik zeggen. In de vrieskast. En daar waren jullie bij. En ik heb nog wat. Dat ga ik delen. In potjes. Tenminste twee bij twee bij. Ja, daar heb ik twee. Ja, nou ja. In ieder geval 7, 8 stuks. 8 balletjes gehakt. Voor 5,85. Dat vond ik in principe niet duur. Ze zijn nog voorgebraden. Gebakken, laat maar zeggen. Voorgebraden, hoe noem je dat? Moet nog even afgemaakt worden. Het is gewoon gebraden al. Maar als ik het zelf allemaal moet gaan doen, dan mag ik eerst bloed, zweet en tranen wezen. Om al mijn ringen af te krijgen. Gaat dat hem niet worden. Dan moet je rubberen van die siliconen handschoenen aan. Gaat het bij mij niet echt goed worden. Want nee, dat lukt me niet. Maar in ieder geval, dat ga ik even delen. In 1, 2, 3, ja, in 8 dagen eigenlijk, hè. Maar ik ga het wel in de vriezer doen. En als ik zin heb in een balletje. Nou ja, vroeger waren het 2 balletjes, was voor mij 1 bal. Want het ging in een soeplepel, hè, moest dat kunnen. Dus ja. Ik heb wat ik bijna nooit koop. Dat is zeer zeldzaam. Maar ik heb gewoon zin in iets hartigs vanavond erbij. En dat is dit. Maar ze ga je ook kopen voor als de Great Reset eraan komt. Ja, dat je toch dingen in huis hebt wat lang houdbaar is. En dat is dit onder andere. Ja. Wat lang houdbaar is. En het is wel voor de vloerbeschermer. Het zijn wel vloerbeschermers. Maar ik wil het even uitproberen met de middelste, met die kleine deze, die ik nou aanwijs, om op mijn booster, op mijn dashboard, die knoppen waar ik links en rechts mee af moet gaan,
daar even eentje op plak. Kijken of dat werkt. Dan kan ik dat als kikkeroogjes gebruiken. Lukt het niet? Ja, dan ga ik boos worden en dan bel ik dat zootje op waar die booster van is. Kom even met kikkeroogjes. En waarom degene die een booster maakt op papier, waarom denkt hij niet verder na om ook verlichting in een dashboard te maken? Want in een auto is je dashboard ook verlicht. Er zijn scootmobielen waar het dashboard verlicht van zijn. Waarom wordt het niet bij alle scootmobielen gedaan? Denken jullie nou werkelijk dat wij, degene die iets mankeren, 's avonds achter de geraniums blijven zitten? Dat wij nooit niet eens keer een avondje ook weg willen, waar naartoe dan ook? Het is jullie verstand gebruiken. Maar dat verstand van al die zogenaamde geleerde mensen, dat is denk ik heel ver zoek. Ja. Doe er wat aan. Ik ga ook eens een keer eventjes met welzorg om tafel van, ja, laat daar eens eventjes iemand op onderzoek uitgaan. Waarom wordt dat niet gedaan? Ik wil dat weten. Ja, en anders ga ik er naartoe. Oh nee, dat is te ver weg, daar kom ik niet. Dat zit niet hier in Den Helder. Nou ja, doe ik het via de telefoon, een interview houden. Ja, maar in ieder geval. Ik heb nog een doos natvoer voor meneer. En twee zakken. Deze is met rund, kip en vis. Dat is die. Dan heb ik nog een voor meneer. En dat is alleen nog met vis. Dus ja, ideaal. Het zootje gaat gewoon lekker door elkaar heen. Hup. De tas is verder leeg. Kan dat er ook in, want dat moet ook naar boven. Nee, twee moet hier, twee naar boven. Hop. En dat moet naar mijn bureau. Dat kan blijven leggen. Dat ga ik delen, dat met een kastje als het erbij kan, want er staat ook koffie. Ik heb ook koffie in voorraad. Ik heb genoeg thee in voorraad. Ik heb ook normale thee, ik heb andere smaakjes, dus ja. Ik ga de ballen even zo meteen delen en in de vriezer gooien. En ja, ik ben te zat. Kunnen jullie me geloven? Ik hoop het. Die moet in de koelkast. Ja, en er staat er nog één. Zo, die gaat daar en dan gaat die daar ook in. Die is open, die moet eerst op. Dus zo. Ja, wat is er aan de hand? Oh, is het echt waar? Ik geloof er niks van jullie. Het is mak mak mauw. Hé? Mak mak mauw. Kan dat? Ik kom dan even bij het vrouwtje. Nee, kom hier niet. Oh, zijn we nou zielig dan? Ja? Zijn we zielig? Nee, toch? Ja? Is het waar? Hé, is het waar? Lekker ding. Ja. Je hebt groot gelijk hoor. Maar je hebt in de hal nog een kwart bak vol staan met vlees. Dus je gaat eerst wat opeten voordat jij nieuwe krijgt. Ja, zo simpel als een bruine boom. Maar oké, lieve vrienden, ik ga ook mijn eten pakken. Ja. Alhoewel ik geen honger heb, maar eten moet ik. En wat gaan we eten? Nou, verse kwisprei en spek. Ja, en dat moet in de oven. En dan moet ik eerst even lezen hoeveel minuten. En dan moet het in een voorverwarmde oven. En ik meende nog te herinneren op 180 graden. Dus dan gaan we zo meteen even kijken.
Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje mee. Een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Tot later. Doei. En nou, ze staat er al helemaal klaar voor. Ja, Anna en Wilma. Wilma en Mario die zijn geweest. Ja, we gaan weer weg. Ja, we gaan weer weg. Fijne avond. Fijne avond. Bedankt voor alles. Het was hartstikke gezellig. Goed zo, schat. Oké. Er zijn jullie die niet wilden dat niet weggaan? Ja. Nou, fijn. Anders kunnen ze in het huis niet slapen. Dan hebben ze pech. Want Anna is weg. Nou, bedankt hè. Is goed, schat. Later. Moet de deur op slot? Of nog nee hoor, dat gaat niet op slot. Er gebeurt niks hè. Vannacht wel? Ja, vannacht wel. Oké. Okay. Bye. Nou, doei, doei, ja. Schat. Ja, dat was dus afdeling Anna en Mario. Die kwamen onverwachts aanzeilen. Toen moest ik nog eten en al. Ja. Ze waren eigenlijk een uur te vroeg, want ze meenden dat goede tijden slechte tijden kwam. Nou, nee. Ik kwam niet. Want het is vrijdag. Nou, hebben we net met z'n allen de vlog van Karin vandaag gezien. Van vandaag. En daar zal ik zo meteen nog even onder reageren. En dan moet ik nog een vlog in elkaar zetten. Dus nog een hoop te doen. Hi kind. Hi kind. Krullenkoppie. Krullenkoppie, hè? Wie krullenkoppie? Dus rijke krullenkoppie. Hallo. Hey, krullenkoppie, hè? Ja, krullenkoppie, meisje. En Alwin die legt lekker op de bank. Ja, maar in ieder geval, ja, ik heb het televisiegeluid nog aan. Ben ik vergeten even uit te zetten, dus ja. Maar in ieder geval maakt allemaal niks uit, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En dat gaan wij hier ook doen, althans genieten. Ik moet werken. Ja, dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en tot later. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer bijeen om van jullie voor vandaag afscheid te gaan nemen en om over een aantal terug-uren weer terug te komen. Ja, het is mooi geweest. We gaan naar bedje. Ik heb nog wel de broer allemaal aan, maar ik ben net binnen met de meisjes, dus ik moet even bekomen voordat ik weer wat ga doen. En ja, toch weer een kilometertje gelopen. Dus, maar in ieder geval, we gaan zo meteen naar bedje toe. Dus ik wens jullie allemaal een welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen, 2 uur, zegt hij. Maar dat is nog niet, het is 1:56. Goed zo, grote jongen. Dus ja, wat ik zeggen wil, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal gezond weer uit je bed zien te komen. En we weten langzamerhand, God die houdt over ons allemaal de wacht. Of je nou jong bent, of oud bent, of je nou rijk bent, of arm bent, of ertussenin, maakt ook niet uit. God houdt van ons allemaal, dus... Hij houdt over ons dus ook allemaal de wacht. Daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei, doei.